Welkom bij het Gameking journaal van donderdag. En dan moet ik even goed kijken: 4 februari. Jezus, wat gaat de ja. tijd alweer snel? Uh, we beginnen het nieuws vandaag met, uh, en dat is een beetje de tijd van het jaar de jaarcijfers. De een en ander bedrijf uh, maakt zijn jaarcijfers bekend. En uh, gisteren was het de beurt aan PlayStation. En dat ziet er gewoon hartstikke goed uit. In de piepshow gaan we er wat dieper op in. Uh, het zijn een heleboel getalletjes. Feit is, ze hebben fucking veel winst gemaakt. Mm -hmm. uh, 4,5 miljoen PlayStation 5's verkocht. En 1,4 miljoen PlayStation 4. Dus de PlayStation 4 is nu al een beetje aan het afkalven. Maar dat is logisch. De tijd uh, begint een beetje. Uh, ja, er zijn er al 130 volgens mij van verkocht. Dus. Mensen kopen nu geen PlayStation 4 meer massaal. Er zijn er 130 gekocht. Er zijn er maar 130 miljoen van gekocht, inderdaad. <laughs> um, wat leuk is, is dat als je kijkt naar de revenue... dus de inkomsten van um, over het hele jaar... PlayStation 22,7 miljard Pff, dollar heeft verdiend. Xbox 13,8 miljard dollar. En Nintendo 12 miljard dollar. Ja. Nou, is dat... Een beetje appels met appels, niet helemaal appels met appels vergelijken, omdat Nintendo nog niet alle cijfers bekend heeft gemaakt en die gaan op dit moment als een speer. Laat wel zien dat Sony op dit moment wel gewoon qua gaming um, ja heel veel, heel veel verkoopt. Ja, logisch, want hun install base met 130 miljoen ongeveer is twee keer zo groot als Nintendo met 70 miljoen en nog vele malen groter dan de Xbox. Ja. Toch, ik, ik toch ben ik wel benieuwd, want er is gezegd dat ze hebben die Playstation 5's. Die verkopen ze nu eigenlijk onder de kostprijs. Onder de kostprijs, Dus ja. ze maken er niet eens winst mee. Nee. Nou, dat komt dus vanzelf wel op gang. Ja. En toch zeggen ze wel dat de PlayStation 5 uh, dit jaar de, de, de grote winstpost gaat worden. Dus, uh... het, het is me afwachten, omdat we ook niet weten hoeveel PlayStation 5 we nee. dit jaar gaan krijgen. Ook daar uh, het wordt het een heel moeilijk jaar of lastig te voorspellen jaar uh, voor PlayStation. Uh, nou, ik denk dat hun games gewoon heel erg veel verkopen. Licenties verkopen natuurlijk heel veel goed. Elke third party game die op de PlayStation 4, 5 draait, daar gaat een deel van het geld natuurlijk ook naar uh, Sony toe. Dan hebben ze nog Microsoft. Transactions waar ze ook altijd een deel van krijgen. De vraag is: wat gaan ze met het geld doen? Nou, daar zijn ze wel ietsje meer specifiek over geweest, en dat ga ik even letterlijk citeren. We plan to utilize the excess operating cash flow from this fiscal year as a source of future strategic investments going forward. Opportunities for investment especially in the entertainment space are steadily increasing and during the period of our next mid-range plan we will begin next fiscal year we aim to make more investments for growth than we did during the current mid-range plan. Oftewel ze willen meer gaan investeren in content and that zou er dus op kunnen duiden dat ze studio's kunnen gaan kopen. Um, nou wil ik aan Daan even vragen. Niet zozeer wat je wil mm -hmm. dat ze gaan aankopen. Want dat is meer einde van de week. Maar wat denk je dat ze gaan aankopen? Want ik denk bijvoorbeeld, alhoewel het geluid gaat op dit moment dat Microsoft Sega en Konami wil kopen. Ik denk dat de, de samenwerking PlayStation Konami wel. Uh... Al dusdanig lang loopt dat het geen gekke move zou zijn als ze uh, die opnemen in de familie. Dat denk ik ook. Ja. Vandaag kwam ook het nieuws naar buiten dat ze de moedermaatschappij waar weer From Software bij zit, dat ze daar de banden ook mee hebben aangehaald. Uh, okay. Waarschijnlijk gewoon wat meer aandelen gekocht zodat ze iets meer inspraak hebben. Um, From Software is natuurlijk ook een bedrijf wat gelieerd is aan de PlayStation. Ik denk dat bijna, bijna elk uh, um, Aziatisch of misschien beter gezegd Japans uh, gamebedrijf wat al langere tijd banden heeft met PlayStation ja. en het heel goed doet in het westen vooral ook, uh, dat die automatisch op de een of andere manier geleerd worden aan PlayStation. Dus ja, het zijn allemaal dingen die ik niet gek zou vinden als het gebeurt. Maar ja, ik, ik, ik vind het nog niet des PlayStations om, om ook de Microsoft-strategie te gaan hanteren. Nee. Nee, ik ben het met mijn me eens. Ik bedoel, we weten het niet. Ze zijn niet... Microsoft is niet... Of Sony is niet, des Microsoft, dat ze bijvoorbeeld een Bethesda kopen in één mm -hmm. keer. Dat is gewoon... Te groot, te veel geld. Ik denk dat ze dat risico niet nemen. Of dat dat ook hun niet hun in hun DNA zit. Ze hebben toch iets van. Ik zoek wat kleinere studio's die dan gewoon first party werk kunnen doen. Uh, die moeten eerst helemaal in dat Sony DNA zitten. Ja. Um, en dat lukt al met, met, uh, met, met, de met, met, de, met de studio's die ze nu hebben. Uh, maar ik ben heel benieuwd wat dit jaar gaat brengen qua acquisities. Nou ja, Sony, de strategie van Sony is eigenlijk de laatste, of tenminste, wat ik met de PlayStation 4 heel veel heb gezien, juist het. het, het, het Aansluiten bij of naar nou ja, het studio's laten aansluiten bij Sony in de vorm van exclusieve content. Je timed exclusive dingen, ja. je zag het bij Destiny, je zag het bij Call of Duty. Nou, dat is allemaal begint het nu weer iets meer een uh, eerlijk speelveld te worden. Maar ja, Microsoft kiest ervoor om gewoon in de studio's te kopen. Ja, dus uh, ja, ik, ik weet niet waar ik meer fan of meer een hekel aan heb of een of een of een bedrijf nou een ander bedrijf opkoopt of dat een bedrijf nou exclusieve content koopt. Het liefst heb je gewoon dat, dat iedereen alles heeft. Inderdaad. Ja, maar, het, 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 ja het, maar er wordt veel opgekocht nu. Hè? Gaan we het, wordt op veel gekocht, er wordt ja. ontzettend veel gekocht op dit moment. Uh, de markt is met name ook door de pandemie op dit moment een beetje in turmoil. Een beetje in ja. een beetje in de war. Ja, goed. Ja, ja, volgende. Het, ja, het is leuk. Want uh, niet alleen Sony deelt uh, de jaarcijfers. Uh, misschien weet jij de specifieke cijfers van IE. IE heeft namelijk ook de jaarcijfers bekendgemaakt. Ja, wat ik al zeg, van, uh, het zijn zo, het, allemaal getallen. Maar ze ja. hebben weer vreselijk veel winst gemaakt, geloof ik. En uh, wat, wat zal de grootste winstpost van IE zijn? Uh, fut, fut. Ja. Ja, FUT. FUT gaat goed. Ja. Uh, FUT is een toppie. Dus daar komt een heel groot gedeelte inderdaad. Maar het gaat om uh, uh, 25 tot 30 procent. Misschien wel meer ja, vreselijk. ten opzichte van vorig jaar. Maar ja. corona, hè, de pandemie... Dat iedereen doet het goed nou, een, van die, een van die leuke, wat mij betreft, leuke uh, details van, uh, van de jaarcijfers, was toch ook een soort van kleine aankondiging. Uh, namelijk dat dit jaar moet een beetje het jaar gaat worden van Battlefield 6. Um, ik heb ook al gezegd van uh, ik geloof nog niet helemaal in Battlefield 6 tot ik een paar, paar dingetjes hoor die ik wil horen. Maar vooralsnog hebben ze gezegd, deze lente wordt de aankondiging gedaan. Het gaat volledig gebruik maken van de next gen kracht. Het worden massive battles. Mm -hmm. Dus er dus zullen wel, uh, ik denk, een mannetje van 128 uh, ondersteund worden in de multiplayer. Uh, en het komt uh, eind dit jaar uit. Ja, dat, is, dat zijn de vier uh, details die ze gedeeld hebben. De enige twee details die ik wilde horen. En ik heb dat ook een keertje getweet. Is. We gaan terug naar de old school Battlefield Gunplay. En we gaan terug naar het klassieke progressiesysteem. Want dat, ja, dat, dat zijn de enige twee dingen die ik nodig heb. Ja, ja het, het, het blijft natuurlijk. Dit, dit nieuws is voor de aandeelhouder mm -hmm. uh, en voor de financiële journalist. Dus ze gaan natuurlijk niet de complete game uh, laten zien. Nee, de, ja, de, en, de en, en het is ook niet bedoeld om te cateren naar de gamer per se. Nee, uh. we, weten, we weten dus eigenlijk niet veel. Want het zijn beloftes die alle kanten op kunnen gaan. Um, lente. 2021 gaan we het weten. Dat vond ik interessant, omdat het bij mij iets trekt dat we toch een soort van E-3-periode gaan krijgen, is lente? Juni? Uh, juni is lente, toch? Ja. Uiterlijk juni. Toch? Ja, ik, ik, denk, ik denk toch weer dat alles bij elkaar gaat zitten. Dat we toch. Uh, want, want E3, dat, dat gaat offline. Uh, gaat dat absoluut 100% niet gebeuren. Daar, daar nee. geloof ik echt helemaal niks nee, van. Dat dus daar zouden we meer van kunnen zien. Um, Battlefield is één van de games waar EA op dit moment mee bezig zijn. Ze zijn in totaal met 35 games bezig. Maar um, daar zit ook alles bij. Hè? Daar zit ook de, de NCAA. Er komt dus weer een, uh, de college football, American football. Daar gaan ze een game van maken. En 6. Let wel zes social media apps voor FIFA. Ik, vind, uh, uh, ik, uh, <laughs> ik probeer nog steeds, want ik, ik heb het gisteren ook gelezen dat je het zei. Ja. Ik probeer nog steeds uit te vogelen wat zes social apps voor, ik, voor ik, één game kunnen zijn. Ik doen. snap het ook niet. Ik bedoel dat je kan handelen in FIFA. Ja, oké. De, ik de, de, de handelsmarkt. Ja, Die Eén. zou je kunnen hebben. Uh, misschien een soort van uh, uh, matchfinder app, ding. Okay, ja. Misschien een soort van LFG, maar dan voor, voor grotere groepen, dus dat je niet ja. alleen speelt, maar dat je met meerdere ik mensen... Dat je allemaal in één app doen? Dat lijkt me wel, ja. ja. Nee, het is bizar. Uh, FIFA gaat ongelooflijk uitgemolken worden het komend jaar. Oh wacht, een, 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 database. een er komt, database. Er komt een FUT database, komt er ook nog. Ja. Je zou denken dat het zit bij de handelsmarkt van FUT, maar nee, dat, dat zit nee. gewoon los van elkaar. Dat ja. doen ze gewoon, ik weet het niet. Man. Het is een cash cow. Ik, ik snap het ook wel. Ze verdienen ontzettend veel geld mee. Ja. het wordt alleen maar meer en meer en meer. Um, dus die gaan ze compleet uitmelken. Uh, dan goed nieuws voor de fans van Star Wars. En dan met name Kotor. Oftewel Knights of the Old Republic. Um, hier op de redactie zijn er een aantal mensen. En volgens mij Koos. Die vindt dit nog steeds. En ik weet niet of het nou deel 1 of deel 2 is. De. Een van de beste games die hij ooit gespeeld heeft. Een van zijn favorieten. Nou, het lijkt erop dat Knights of the uh, Old Republic 3. Uiteindelijk nu toch gemaakt gaat worden. Uh, nou, ook dit is allemaal weer uh, naar voren gekomen. Via LinkedIn en vacaturebank en al dat soort shit. Het wordt dan gemaakt door Aspire. Um, en die hebben uh, meerdere games, hebben ze onder development. Maar ze hebben dus nu een budget gekregen van 70 miljoen uh, dollar om aan een hele grote game te werken. En dan is 1 en 1 2 volgens veel mensen. Nou ja, met 70 miljoen kun je wel een gamepje maken. Uh, ja. Een gamepie. Een, game een goede, ja. stevige game. Ik weet niet wat dat de allerduurste games zijn. Nou, volgens mij zitten de allerduurste games meer in de regio 100, 200 miljoen. Nee, nee. Ik bedoel, volgens mij, uh, Rockstar heeft volgens mij 500 miljoen uitgegeven om GTA 5 te maken. Ja, oké, okay, maar je hebt het over de top 5 allerduurste nee, games. Dat, dat is uh, waar. Uh, met 70 miljoen kom je een eind, inderdaad. Ja. Uh, ik, 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 heb, ik, ik heb Koto nooit gespeeld, dus ik weet niet mm -hmm. hoe groot die game is. Ja. Aspire, uh, dat zult niet heel veel mensen wat zeggen... maar wat dan weer leuk is, die zijn dus gekocht door... Uh, een Zweeds conglomeraat en dat heet Embracer. En uh, die hebben blijkbaar wat geld over... want die hebben namelijk uh, deze week ook Gearbox gekocht... voor uit mijn hoofd 350 miljoen, deels cash... Uh, niet eens met een koffertje aankomen. Ik vind dat zo mooi klinkt, zo'n koffertje. Uh, deels nou ja. aandelen ja. en als gearbox nu in zes jaar tijd de vooropgestelde doelstellingen haalt. Wordt nog een keer 1 miljard dollar betaald, waarvan ook een deel weer cash 1 een miljard. 1 miljard, ja. En ze zijn nu gekocht voor 350 miljoen. Ja, maar dat is dus een. Dat is, dat is. Dat zie je soms met voetballers ook wel. Dan krijgen ze een De, deel. En dan een, een, prestat, een prestatie. Uh, nou, ding. dat is een stevige prestatiebonus. <laughs> dat weer, is een stevige prestatiebonus. Dus uh, het is ongelooflijk. Deze Zweden kopen alles op ja. uh, uh, THQ Nordic. Is van hun Koch Media. is van hun. Um, we gaan later deze week een, een item maken uh, over Borderlands. Want dat was natuurlijk weer van. Ook oh, maar Gearbox. Borderlands, 2K, hoe zit dat dan? Nou 2K ja. heeft nu al gezegd uh, uh, Gearbox, uh, 2K uh, Borderlands blijft gewoon door 2K uitgegeven worden. Okay. Um, ja KOTOR um, Denk jij dat, dat veel mensen hierop zitten te wachten? Nou, het, het is grappig, uh, uh, een van onze stagiairs, uh, Justin, die zei, ja. die zei toevallig van, maar die studio dat is toch een, een port studio? Die maken, die maken toch geen games? Die maken het, toch geen remake? Het, is, het zijn geen grote jongens. Nee, daarom. Nee, dus dan, dan ben ik meteen benieuwd wat daar voor product uit komt rollen. Dat hoeft niet te zeggen dat, het meteen, uh, dat je meteen geen vertrouwen erin hebt. Nee. Uh, het kan nog steeds goed gaan. Um, ik ben zelf niet een KO-speler. Ook niet geweest. Uh, ik zie wat beelden. Ja, het is, Natuurlijk, het is oud. Dus het is toe aan een, uh, een nieuw sausie als je, als je al een remake zou maken van die game. Mm -hmm. nou, ik, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik sta ervoor open om als er een goede. Goede remake komt om dan ook wel eens die wereld in te duiken. Maar ja, inmiddels. Ik heb me vast wel. Er zijn zoveel games waar je in wil duiken en zo weinig tijd. Uh, kiezen. Het wordt gewoon kiezen. Nee, het, het wordt kiezen. <laughs> um, wat. Het zit ook een beetje in de strategie van Embracer. En als je kijkt naar Koch Media en THQ Nordic... en ik denk dat zij dan er ook worden bijgenomen... is dat zij ook op zoek zijn naar IP's die niet meer worden gemaakt... maar waar mensen wel het gevoel van hebben, mm hé, -hmm. hey, maar dat leeft. En Kotor leeft nog steeds. Er is nog steeds altijd een groep op het internet die heel graag een nieuwe Kotor wil. Nou, Kroos ja. is er ook, die roept het elke keer, We ik wil een nieuwe Kotor. Zij mikken daar heel erg op. Zo van, hé, hey, maar kijk, een nieuwe IP maken moet je helemaal vanaf nieuw opbouwen. Ja. Dan, dan moet je van goede huizen komen, want het is laten we eerlijk zijn geen high level uh, publisher. Uh, dan moet je van goede huizen komen om meteen bam binnen te komen. Um, wat ja, je dan het, ook kunt doen is het, gewoon een IP pakken. Waarop, het idee ligt er, het verhaal ligt er, uh, de, de, zelfs het script ligt er al. Ja. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde als het verhaal natuurlijk, maar. Dus ja, oké, okay, met een remake gaan er wel vanuit dat ze alles van de grond af opbouwen. Dat, dat, dat kan dan prima. Um, maar dan is het ineens een stuk aannemelijker dat je met 70 miljoen heel veel dingen kan uitvoeren ja. als, je een, als je een ding gaat remaken. Zeker. Uh, nou, in het einde van de week um, zit volgens mij koos erbij. En uh, dan gaan we het er zeker over hebben. Of dit nou een recipe for disaster is, of juist iets waar je heel erg naar uit kunt kijken. Ja. Uh, om, om nog een beetje met het laatste nieuwtje in, uh, in de lijn van, uh, van het geld. En uh, ja, je zei het al, weet je, ze kunnen een bonus verwachten van een miljard als ze het goed doen. Uh, wat ook leuk is wat betreft bonussen, zijn de mensen die bij MiHoYo werken. Nou MiHoYo? Ken je MiHoYo? Nou, nee, maar nu wel. Nou, naja, kom op. Ja, Genshin. Genshin Impact. Genshin Impact. De grootste. Uh, noem het een, een Zelda Breath of the Wild rip of, noem het wat dan ook wat je wil. Ja. Ik heb het even gespeeld, waarschijnlijk, zeker. Um, maar alle medewerkers binnen het bedrijf, en je ziet hier het plaatje al, die hebben uh, deze week of laatst... Um, ja, een kans gekregen op een mooie prijs. Ja. Iedereen kreeg iets, dat sowieso. Ik zie een uh, Xbox, ik zie een Switch, ik zie een PlayStation 5. Maar wat is dan? De, die, groene, die groene dingen dat zijn uh, volgens mij de RTX uh, 3070. Ah. Ja, er zitten ook Xbox erbij, volgens mij. Ik ja. heb, het totale lijstje heb ik hier staan. Maar de, een kleine een ding, want het, het hele ding is. Genshin Impact, en dat is het grappige, yeah. slash het ironische van het van hele verhaal. Genshin Impact draait grotendeels om RNG. Weet je, jij koopt van die kistjes, al dan niet van echt geld of van gespaarde currency. Um, en dan kan jij daar een, een goede karakter uit krijgen, of wapens, of wat dan ook. Ja. Um, dus wat gebeurt hier, uh, of dat nou met de game te maken heeft of niet. Een RNG-based uh, bonussysteem. Buiten de geldbonussen die ze hebben gekregen, yeah. al om. Uh, dus gewoon een extraatje. Mensen kunnen... Een PlayStation 5 winnen. De kans daarop was, um, even kijken, 16%. 16%. Uh, je hebt 21% kans op een RTX 3070. Mm -hmm. uh, Geen 3080. Nee, je hebt 30% kans op een Nintendo Switch. Dan heb je volgens mij iets van uh, 7% kans op een uh, iPhone 12. Ja, 1%. 1 of een combinatie van de Apple Watch uh, Series 6 en de iPhone uh, 12 Pro Max uh, is dan weer 1%. Ken on. Dus, dus er waren allemaal verschillende. En er zijn ook wat andere dingen. Uh, schermen. je okay, ook weer 30%, 20% kans. Okay. Dus, uh, dus het ja, eigenlijk een soort van loterij binnenshuis. En uh, iedereen uh, is met iets naar huis gegaan. Ja. Uh, en ja, mensen met, met een PlayStation 5 hadden net iets meer mazzel dan de mensen met een Switch. Uh, misschien dat je liever een Switch hebt. En dat je daar juist blij mee bent. Ja. Maar dat is uh, ja, een, een hele grappige uh, manier om extra bonus uit te delen want het was een bonus op een bonus aangezien ja. uh, het bedrijf heel erg lekker heeft gedraaid want uh, Genshin Impact heeft in de eerste paar maanden al ruim 400 miljoen uh, dollar verdiend. Ja. Dus dat is, dat is niet niks. Dan heb ik twee vragen om, dit, uh, om deze GK editie af te sluiten. Ten eerste uh, hoe komen ze in hemelsnaam aan zoveel Playstation 5's? Dat vind ik ook een hele mooie en niet alleen Playstation 5's ook die 3070. Ja. Dat is, dat is dubieus. En de tweede vraag is natuurlijk, als Bors kijkt... Um, kunnen wij ook zo'n loterij krijgen? Dat, dat vinden wij eigenlijk wel leuk. Met de 3080 dan en een Playstation 5 ja, en ik. Ja, 3090 dat... 30, misschien. 3090, uh, uh, ja. en 3090. Uh, de Ryzen 9 150 x meteen. LG scherm, ja. grote. Doen LG CX doen we ook bij. Dat moet kunnen, want wij hebben ook 400 miljoen omzet gedraaid dit jaar. Dankzij de ja. premium baas. Bijna, bijna in ieder geval. Hey, volgende week, dinsdag, hebben we weer een nieuw... Uh, een nieuwe editie van het Gamekick journaal.